Ik ben afgereisd naar het Wold, niet het Achterwold, zeg maar Middenwold, in het buitengebied. En daar gaat eigenlijk dit onderwerp ook over. Want in het buitengebied is de bereikbaarheid van de 06-nummers, ik wil niet zeggen slechts, soms gemiddeld, maar heel vaak ook niet. En dat ligt aan de KPN. En met name de 112-nummers, want dat is natuurlijk erg belangrijk in noodgevallen, die doen het dan niet. Die zijn niet bereikbaar. En daarom zit ik hier naast Remo Meekes. Hij is voorzitter van het Wolds Belang. U bent al heel lang hiermee bezig, hè? Ja, we zijn al een tiental jaar bezig om de bereikbaarheid van het mobiele netwerk te verbeteren hier. En het lukt ons nog steeds niet. We hebben gesprek gehad met KPN en we komen maar niet verder. En nou lijkt de tijd eindelijk zover te zijn dat we hebben hoop dat het binnenkort beter gaat. Daar is een heleboel aan vooraf gegaan. Want als KPN hier een mast zou plaatsen, dan zou het probleem opgelost zijn? Een mast erbij, ja, dan zou het inderdaad opgelost zijn. Maar hoe het technisch allemaal moet, ben ik niet zo van op de hoogte. Via Duitsland zou ook nog van allerlei mogelijkheden kunnen zijn. Er zijn meerdere opties. Maar dat het een kostbare geschiedenis wordt, dat is... Ja, want dan hebben we het over zo'n 1,5 ton om het goed te krijgen. KPN zegt dat ze per mast 150.000 euro kwijt zijn. En dat hebben ze er niet voor over. En ze zijn wettelijk ook niet verplicht om 100% dekking te geven. Nee, ze zijn volgens de wet verplicht om 95% van Nederland af te dekken. En de overige 5%, dat zijn de zogenaamde witte vlekken, waar dus geen bereik is of minimaal bereik of... Ene keer wel, andere keer niet. Afhankelijk van het weer, afhankelijk van zomer, winter, blad aan de boom, sukken. En Winterswijk met de buurtschappen, nou niet de kern natuurlijk, maar de buurtschappen, hoort bij een van die witte vlekken. Ja, het hele grensgebied van Nederland hoort bij de witte vlekken. Met de grens met Duitsland? Met de grens met Duitsland, ja. Dat speelt hier in de Achterhoek, maar dat speelt in Twente, dat speelt in Drenthe. Er zijn verschillende gemeentes die daar grote problemen mee hebben, ja. Wat hebben jullie verder nog gedaan voordat we het hebben over wat er nu gaat gebeuren? Wat wij verder gedaan hebben, ja, we hebben ons als de belangenvereniging van de buurtschappen, dat waren vroeger allemaal losse partijtjes, Raten maar de eigen belangenvereniging, Wolt de eigen belangenvereniging. Wij hebben ons in 2011 georganiseerd tot een gezamenlijke buurtschappenbelangenvereniging. En daar zit dus een dagelijks bestuur van alle voorzitters van de diverse belangenvereniging van de buurtschappen, die hebben zich daar verenigd en zijn nou een goede gesprekspartner voor de gemeente en die worden ook gehoord en gevraagd. Want jullie hebben de gemeente daarbij betrokken. Er zijn zelfs Kamerleden in Winterswijk geweest. Ja, we hebben in eerste instantie burgemeester Van Beem erbij betrokken, want hij is uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn inwoners. En we hadden als buurtbelangenvereniging hadden wij in maart al een rondtocht van Kamerleden georganiseerd hier in het buitengebied. En dat was natuurlijk ook een moment om te netwerken en om ook dit probleem van bereikbaarheid van 112. Wat vonden ze daarvan? Ja, dat vonden ze onvoorstelbaar. De heer Geurts die had als voorbeeld, hij zegt, ik ben in januari ben ik nog op vakantie geweest in Egypte, zegt hij. Ik stond midden in de woestijn, ik kan de hele wereld bellen, zegt hij. Ja, en je bent hier in de Achterhoek. En je staat hier in het Wold, zegt hij, je kunt 112 nog niet eens bereiken. Nou is dat natuurlijk op dat moment naar de politiek gegaan. Nou komt er 10 september een hoorzitting in de Tweede Kamer. Ja, 10 september wordt er een hoorzitting georganiseerd in de Tweede Kamer door de diverse politieke partijen. Daar komen dan de deskundigen van de partijen bij elkaar. En om te bekijken van hoe we dit probleem op gaan lossen. Het is op woensdagmiddag van 2 uur tot 3:30. En daar willen wij naartoe graag naar die hoorzitting. Om ons te laten horen en ons te laten zien. En de politiek te ondersteunen in ons standpunt om voor 100% dekking van het mobiele bereik van 112. U hebben al gehoord dat bijvoorbeeld uit Dinkeland ook een heel aantal mensen gaan. En u hoopt natuurlijk dat uit Winterswijk, zeker uit de buurtschappen, heel veel mensen meegaan. Ja, we hopen op een grote deelname. Daar zijn we nu mee aan het organiseren. We proberen de media en alles in te schakelen en zo hopen we op voldoende deelname. Er is ook inspreekrecht, heb ik begrepen.
Ja, er zijn een aantal mensen uitgenodigd door de politieke partijen om tijdens de hoorzitting hun verhaal te doen. Wie dat precies zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er zijn een aantal mensen voor uitgenodigd en gevraagd. En of ze ook überhaupt aan het woord komen, dat is ook maar de vraag. Maar ze hebben wel die uitnodiging ontvangen. Goed, mensen oproepen om mee te gaan naar Den Haag. Dat is eigenlijk het doel nu even van dit gesprek. Ga uw gang. Ja, wij willen graag de mensen die achter ons standpunt staan van 100% dekking van het alarmnummer 112 met je mobiele telefoon. Die willen wij graag vragen om mee te gaan naar Den Haag. Ze kunnen zich opgeven bij mij, dat is Raymond Meekes. Via de mail raymond@meekes.com. En via mijn mobiele telefoon 06-512-304-22. Zijn daar kosten voor mensen aan verbonden? Want je zult toch bus moeten huren? Ja, in de gemeente Dinkeland hebben ze 10 euro bijdrage gevraagd per persoon. Ik denk dat wij ook in die trant gaan zitten. Maar ik mag hopen dat voor iedereen dat geld waard is. Want we proberen er ook een gezellig dagje uit van te maken. Uiteraard natuurlijk. Ook dat nog wel. U zegt net 100% dekking. Dat kan alleen als de wet veranderd wordt. En dat gaat ook nog wel even duren. Ja, normaal gesproken een wet veranderen kost een aantal jaren, geloof ik. Ik weet niet of er andere procedures zijn waardoor dat versneld kan worden. Maar wij hopen natuurlijk dat dit zo snel mogelijk opgelost wordt en dat de dekking hier verbetert. Ik wens u heel veel succes en ik hoop dat er heel veel mensen meegaan. Dus noods met 2 bussen. Ja, hoe meer bussen, hoe liever. Ja. Goed, heel veel succes in Den Haag. En ik hoop dat het niet al te lang duurt en dat er geen ongelukken in de komende jaren daardoor gebeuren. Nou, daar kan ik van harte mee eens zijn. Ja, dank u wel. Graag gedaan.